Deze beschouwing, die gaat over kinderen van een narcistische moeder. Dat is een serie. Ik heb, er, ik heb er eentje al gemaakt. Ik heb er eigenlijk, ik heb er eerst, heb ik er vier gemaakt. En die heb ik alle vier weggegooid. <laughs> en... Dan denk ik van nou, ik, ik maak er eentje dan en dat is een, daar blijft het dan ook bij. En dan komt nu deel 2. Misschien dat ik er toch een serie van maak. Het is bedoeld als uh, educatief materiaal, educatieve boodschap, educatieve woorden voor mensen in vergelijkbare situaties. Ik ben geen uh, psycholoog, psychiater. En ik ben niet gek. Ik heb er veel over gelezen over het onderwerp. En ook heel veel geluisterd naar therapeuten. En zelf heb ik een, een huwelijk achter de rug met kind. Met een vrouw die geen rekening houdt met een ander. En dat zie ik dan even als het kenmerk van narcisme. Maar ja, je kan ook zeggen dat is het kenmerk van psychopathie. Je kan ook zeggen dat is en je kan ook weer zeggen psychopathie. Dat betekent letterlijk geestesziek. Psychos is geest en pathologie of pathos dat is ziek. In het Engels is het ook een scheldwoord, hè? You are pathetic. Dat betekent dat je, je bent ziek, man. Dus een psychopaat is niets meer als een geesteszieke. Dus iemand met een zieke geest. Iemand met een beschadigde geest. Er zijn mensen en die zeggen dat uh, geestesziekte inderdaad bestaat. In die zin dat, een, dat er zoiets bestaat als een geestelijke parasiet. In het christendogma, christelijke dogma, wordt gesproken van een demon. En een demon, dat is een van de ja, engelen die met Satan zich afgewend hebben van God. En die demonen, die hebben zelf geen lichaam. En die wensen zich een lichaam. Dus die nemen dan uh, het, het denken van iemand over en... Ja, dan is die demon als het ware heer en meester in dat lichaam. Dit kom je tegen in het christelijke dogma, maar dit kom je ook tegen in andere religieuze dogma's. In Zuid-Amerika en Noord-Amerika heb je onder de. De oorspronkelijke of de oudste of nou, de, de, de primitieve bewoners, laten nou, we het zo maar zeggen. De indianen, de mensen die, uh, dat waren jagers, verzamelaars. Uh. Die mensen pleegden geen landbouw en geen veeteelt. Maar... Die mensen dus, uh, die spraken van uh, een De geest... Van de Lindworm. Die mensen die, die keken naar de natuur en die zeiden van ja, wat in de natuur is, dus in de materie, dus in de fysieke werkelijkheid, dat heeft zijn evenbeeld in de geesteswereld. Dus in de geesteswereld heb je dan ook uh, een Lindworm, maar dan een Lindworm als geest. En een geesteslindworm, die heet Wetico. Als je die krijgt, dan neemt hij jouw denken over. Dat doet een lindworm trouwens ook. In die zin dat als jij een lindworminfectie hebt. als dus een lindworm in jouw maagdarmkanaal, in je darmkanaal zit. je maag, daar zal hij niet van houden. Maar in je darmkanaal, dat vindt hij lekker dan krijg jij trek in dingen die niet gezond zijn voor jou, maar waar de lintworm zin in heeft. Dus de lintworm gaat bepalen, gaat bepalen wat jij gaat eten. En dat zeggen ze dan ook van zo'n lintwormgeest die lindwormgeest lintwormgeest die laat jou dingen doen die jij die niet goed zijn voor jou, maar die goed zijn of die prettig zijn voor die lintwormgeest. Zoals dus de lintworm je eetpatroon overneemt, zo gaat de lintwormgeest jouw handelen overnemen. En je gaat dingen doen die helemaal niet goed zijn voor jou, maar die goed zijn voor die lintwormgeest. En dat, die mensen die dat hebben, die noemen wij ziek. Of beter gezegd, de mensen die wij dan geestesziek noemen. Die worden door die mensen betiteld als van ja, die heeft weet ik hoe. Die heeft de lindwormgeest. Dat is een manier om daarnaar te kijken. Maar goed, ik heb in de titel gekozen voor het begrip narcist: het is jezelf verheerlijken. Je jezelf, het belang van jezelf plaats je boven al het andere. Je houdt geen rekening met een ander. Heel onaangenaam om met die mensen om te gaan. Dat kan eigenlijk niet. Het is heel moeilijk voor degene die daar het slachtoffer van zijn... En in dit geval ben ik daar het slachtoffer van. Maar uh, het gaat niet om mij, want ik ben de ouder. Het is mijn eigen stomme schuld. Ik had beter uit moeten kijken. Ik had niet zo ondoordacht moeten zijn. Ik had bla 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 bla. bla. Het is allemaal mijn eigen schuld. Mea culpa, mea maxima culpa. Dat is Latijn. Dat betekent door mijn schuld, door mijn grote schuld. Je kan moeilijk verwachten dat die mensen die zo zijn, dat die allemaal een etiket hebben met, uh, weet ik veel, uh, pas op en uh, lalala. <laughs> zoals je dat wel hebt. In de winkel als je wat koopt, dat er staat, hij uh, ja, is gevaarlijk voor ogen en kan huidirritatie veroorzaken en alleen gebruiken met huishoudhandschoenen. Ja, dat staat bij producten in de supermarkt, maar dat staat niet bij mensen die dat hebben, die gevaarlijk zijn en dat gaat ook nooit gebeuren. Daarom is het ook zo belangrijk dat dat we in onze samenleving teruggaan naar die hechtheid. Kijk in een dorp waar mensen ja elkaar allemaal min of meer kennen als daar iemand in de ronde loopt met zo'n geestesziekte onder de hersenpan met een demon in zijn denken. Ja, die worden vrij snel gespot. En die worden gemeden. En als dus die dorpen, als, als zeg maar, die gemeenschapszin, als dat weer terug zou keren, wat ik voorlopig niet zie gebeuren hoor, maar. Als dat op een of andere manier dan toch weer komt. Ja, dan kunnen die mensen niet zoveel schade opleveren. Want men weet hoe ze in elkaar zitten en men weet wat je aan ze hebt, namelijk zo goed als niks. Maar in deze maatschappij waarin die, ja, die, die leefgemeenschappen. Dat, dat, ja, mensen verhuizen maar. En dan krijgt papa weer een baan in het oosten. En dan krijgt hij weer een baan in het westen en ja, dan krijg je weer een andere school. En weer andere kinderen. En dan ga je studeren en dan kom je weer een andere mensen tegen. Ja, hoe weet je dan hè, of iemand wel deugt? Hoe weet je dan of iemand niet geestesziek is? Hoe weet je dan of iemand niet besmet is met zo'n lintwormgeest? Met zo'n parasitaire geest? Zijn van die dingen die je kan beseffen... Dat het hele gebeuren rondom eh, psychopathie, geestesziekte, dat is een, een probleem van een maatschappij. En dat gecombineerd met een maatschappij waarin um, vrije seks, vrije liefde gepropageerd wordt, dat, dat geeft de kans op verspreiding van die psychopathie, uh, uh, vergroot de kans op verspreiding van die psychopathie. Want mensen die zo zijn, die geen rekening houden met een ander, en zich dan wel zwanger laten maken, ja, dan heb je die kinderen die zijn daarvan afhankelijk. Dat is erg man. Dat is heel vervelend. En de kans dat zo'n kind dat uh, daar dermate door gekwetst raakt, dat het ook, om het met het christelijk dogma erbij te halen, dat het ook ontvankelijk wordt voor zo'n demon. Die is groot. Ja. Dus zoals ook de besmetting van de lindworm, als iemand een lindworm in zijn darmkanaal heeft, dan, dan is de kans groot dat uh, binnen no time het hele dorp aan de lindworm zit. En uiteindelijk uh, ja, van een lindworm ga je wel uh, ja, ernstige lichamelijke consequenties ondervinden. En ook van de lintwormgeest uh, ga je ernstige uh, lichamelijke en dus ook... Nee, ernstige geestelijke, maar dus ook lichamelijke consequenties ondervinden. Dat is allemaal niet tof, hè? Dus in die zin is, dan, uh, is een lintworm is ook besmettelijk. En in die primitieve culturen, als iemand verdacht werd van het hebben van lintworm... Dan werd hij verbannen. Uit het dorp en dan moest hij uh, stroomafwaarts gaan uh, leven, en zodat zijn uh, ontlasting waar die eitjes in zitten van die lendworm, dat die dan uh, ja, niet, <laughs> uh, niet in het water terecht komt waar de groenten in gewassen worden. Allemaal dingen waar je. Het uh, dat... Nou, dat is wel interessant om dat nu mee te maken in deze tijd dat we het zo goed kunnen verwoorden. Ja, een woord als psychopathie. Dat bestond in de 18e eeuw helemaal niet. Dat kenden ze niet. Het begrip dat is in de wereld gebracht in de 19e eeuw in 1850 ongeveer. Dat is opvallend genoeg in 1840 heeft Arthur Schopenhauer het werk geschreven Über die Grundlage der Moral. Dat is een beetje moeilijk op zijn Nederlands te vertalen. Over de grondslag van de moraal. Maar hij is geen mooi Nederlands. Maar Arthur Schopenhauer heeft dat goed neergezet. In feite heeft hij de discussie die gaande was in de filosofie over moraal... die heeft hij gesloten. Wat mij betreft, dus daar mag jij anders over denken... maar ik vind dat werk van hem over die grondlaken der moraal uh, definitief... Het valt niet te verbeteren en er ontbreekt niks aan, dus ja, dan zijn we klaar. Voor de rest valt er niks te vertellen over moraal, over de noodzakelijkheid van moraal. Als je hoort rekening te houden met een ander, dat is normaal. Dat is essentieel. En mensen die dat niet doen. Die zijn ziek. En dat is dan nog vriendelijk gezegd. Maar je hebt er niks aan. Nou, Schopenhauer komt dan in 1840 met dat werk Uber die Grondlage der Moraal. En dan 10, 20 jaar later komt er vanuit een heel andere hoek de definitie van het begrip psychopaat waarmee bedoeld werd de, ja, de seriemoordenaar. En, en inmiddels is het begrip, de, de kennis van die aandoening... dermate gevorderd dat het... Ja, men weet inmiddels dat uh, twee op de honderd mensen... die worden geboren met een... een een fysieke beperking in hun hersenen. Kijk, Je hersenen die bestaan en de onderkant van die hersenen dat, dat zijn de primitieve delen van je denken, van je aanwezigheid. Je primitieve zenuwstelsel, dus je, ja, je, je zenuw zit in je vingertop en dat verzamelt zich in je ruggenmerg en dat strengen omhoog. En dan bij de, dat heet de hersenstam. Daar gaat het ruggenmerg over in naar de hersenen toe. En dan bij de hersenstam zitten dan eerst de kleine hersenen. Dan krijg je de grote hersenen. En dan aan de voorkant van de grote hersenen, die krullen dan als het ware krullen die omlaag. En dan heb je daar helemaal op het uiteinde, daar komt het weer een beetje bij elkaar en daar zit de, de epifice. Kortom, de ontwikkeling van de hersenen, die, dat begint dus met het meest primitieve en dat uh, wordt dus steeds geavanceerder en geavanceerder en geavanceerder. En als die ontwikkeling in de feuters niet correct verloopt, ja, als dat helemaal aan het begin niet goed gaat, dan, ja, dan is je primitieve deel van je denken klopt al niet en waarschijnlijk uh, heb, je dan, heb je dan een doodgeboren kind ofzo. Of, ja, dan is het echt zwaar mis met je. Dan... Maar als dat hele primitieve deel van het denken... als die ontwikkeling goed gegaan is... maar dat hogere, verfijnde deel van de hersenen... dat topje, de crème de la crème van de hersenen... als dat niet goed gaat... Ja, dan krijg je iemand die er uh, ja fantastisch uitziet... en ja, er lijkt helemaal niks mee te zijn... Maar je komt er na nou verloop van tijd achter dat zo iemand helemaal geen rekening houdt met een ander. En gewoon perfect doet waar hij zelf zin in heeft. Met de meest verschrikkelijke consequenties voor zijn omgeving en het interesseert hem helemaal niks. Dat komt bij 2% van de mensen voor. Dat is toch 1 op de 50 hoor. En daar is weinig tot niks aan te doen. Er zijn wel bepaalde beroepen die die mensen goed kunnen doen. Ze, ze kunnen heel goed gedijen in ja, medogeloze praktijken zoals uh, de financiële industrie. Er is zo'n verhaal bekend, dat is de wereld ingeslingerd door die Nederlandse man. Dinges Bernard ofzo. zo. Ik heb er nog een nieuwsuitzending aan gewijd. Irma Schepers en Huppeltje Pub Bernard. Nou, in ieder geval, die financiële jongens, die, die moesten in opdracht. een of andere. Ja, ze dus hadden wat verzonnen. En het kwam erop neer dat ze heel veel lires in gingen kopen. En toen ging de prijs van de lieren enorm omhoog. Want de lieren wordt schaars. En uh, ja, men creëerde als het ware een vraag naar lira's. Dat is de Italiaanse munteenheid. Van voor de euro. Dus de lieren stegen enorm in de, in de waarde ten opzichte van de andere Europese valuta's. Zoals de Franse frank en Nederlandse gulden en Britse pond. Nou, dat kwam dus omdat ze in overal lira's op te kopen. Nou, toen creëerden ze een schaarste met lires. En ze wachten het juiste moment af en toen in één keer hebben ze al die lires op de markt gedumpt. Toen die lieren heel hoog stond en ze hadden dat zelf totaal uh, gecreëerd, helemaal gepland. Uh, computermodellen opgezet en. Ja, dat had tot gevolg dat de Italiaanse economie die kreeg een enorme klap. Want in eerste instantie uh, ja, konden ze dus konden de Italiaanse bedrijven, die, die konden hun producten werden in het buitenland dus na van duurder. Want de lieren die was in ze duur. Dus dan kregen ze afzetproblemen. Nou, ja, en toen werd de markt volgedumpt met al die lires. Die werden weer teruggestort. Die werden dus verkocht aan geldhandelaren tegen de hoge prijs. En daar zat dus de winst in. Dus die geldwisselaars hadden er een enorm vermogen aan verdiend. Nou, ja, toen zat de Amerikaanse, de Italiaanse markt weer helemaal vol met lires. En toen klapten de lieren in elkaar. En toen was hij geen droom meer waard. En toen kreeg dus de Italiaanse economie weer een probleem, maar nu aan de inkoopkant. En plotseling konden ze dus producten die ze nodig hadden voor hun eigen productie, dus grondstoffen. En grondstoffen werden ontzettend duur. Omdat die lieren in elkaar gedonderd was. Stegen de prijzen van de grondstoffen. Ja, dan kregen ze weer een probleem. Ze hadden eerst een afzetprobleem. Zijn de bedrijven verhuurd gegaan. En toen kregen ze een grondstoffenprobleem en toen gingen de weerbedrijven failliet. En aan het einde van de rit waren er heel veel Italiaanse bedrijven failliet. De lira was weer teruggekeerd naar het oude niveau. En die geldwisselaars, uh, die hebben miljoenen verdiend. Ja, zoiets doen, dus, dat, dat, een psychopaat doet dat. Die, die, die denkt er niet eens over na. Voor hem is dat een spelletje. Of voor haar. Hè. Ja, dit zijn dan mensen die worden heel succesvol... en die gaan in die bankenwereldindustrie in. Maar nogmaals, één op de vijftig... Um, die heeft het. <tacht> en niet allemaal gaan ze de bankindustrie in. In ieder geval, we hebben een onbeduidend baantje. Maar zij net zo. En het is niet uh, seksenafhankelijk. Dus ook vrouwen hebben het... En als vrouwen het hebben, dan speelt dat risico erg mee van het kind. Want een man die zo is. die zal in de regel heel makkelijk een vrouw zwanger maken. omdat hij daar dan wat in ziet. dat hij voordeel bij. of het gaat per ongeluk. Of, uh, of. ja, hij maakt die vrouw heel erg het hof. en die vrouw gelooft in hem. en vergeet met opzet de pil. of whatever. en hij vindt het allemaal wel best. En hij maakt gebruik van zo'n vrouw. en dan wordt zo'n vrouw zwanger. En dat vindt hij misschien ook nog wel leuk. En dan komt dat kind en dan denk je: jeetje, wat een gesode man, zo'n kind. En dan stapt hij van het ene op het andere moment stapt hij op en laat hij dat gezin in de steek. Dat zal een psychopathische man doen. Een geesteszieke man dus. Hè? Een narcistische man. En als een man waarbij dus de primitieve hersenen wel allemaal prima functioneren en alles. Maar waarbij dus die, de toplevel van die hersenen eh, niet lekker in elkaar zit. En dat is natuurlijk verschrikkelijk voor zo'n gezin. En die man is wel buiten beeld. Dus die kan verder dan geen schade meer aanrichten. Maar is het bij de moeder. Ja, en dan heb je een ander probleem. Want een, een moeder die, die zal het kind uh, juist behouden, die laat dat kind niet in de steek. Nu is de, daar zijn ook weer gevallen van bekend. Die ken ik ook, heb ik van gehoord. Van een moeder die dat deed. Een de moeder die al van een op de andere dag er genoeg van had. En die stapte op. Dat is ook gebeurd. Hier in de stad ken ik het verhaal. Aardige man. Zijn zoon ken ik ook. Ah, ja, kennen, de Vagen. Ja, ja. Maar die moeders, in de regel houden die moeders de, die, die kinderen bij zich en, ja, en zuigen die kinderen leeg, man. En dan heb je een groot probleem dat je de kans loopt dat je een, een psychopathisch kind krijgt. Niet omdat die hersenen niet deugen, maar omdat op zich zijn die hersenen dus wel volgroeid. Maar het moet. Die, die verfijning van die, van die hersenen. Die, die moet ook geleerd worden, die moet getraind worden. Die kinderen moeten het goede voorbeeldgedrag zien. om dat over te kunnen nemen. En als ze dat voorbeeldgedrag niet krijgen. Nou, dat is net als dat je mooie spieren hebt aan je benen. maar als je er niet mee gaat lopen, dan gebeurt er mooi niks met die spieren. En als jij je been breekt. En dan gaat je been in het gips. En vooral vroeger deden ze dat lekker lang in het gips. Nou, en als ze dan na een hele lange tijd het gips eraf gaat, dan heb je een heel dun beentje. En dat groeit dan wel weer aan. Die spiermassa die komt wel weer terug als je dat been gaat gebruiken. Maar bij je hersenen, als dat dus tijdens de vroege jeugd. Als je daar dus te maken hebt gehad met een moeder die geen rekening had met jou. Dan, dan loop je dus een groot risico dat die, dat verfijnde denken wat de mens nodig heeft om aangenaam te kunnen zijn voor zijn omgeving dat dat verfijnde denken zich niet ontwikkelt. En dan krijg je secundaire psychopathie. De andere is primair, dus biologische psychopathie. En anders krijg je secundaire psychopathie en het aantal secundaire psychopaten dat zit een factor 10 hoger dan het aantal primaire. Omdat secundaire psychopathie ook kan ontstaan door ouders met secundaire psychopathie en ouders met tertiaire psychopathie en dat ook nog een tertiaire psychopathie. Dat zijn mensen die houden geen rekening met een ander, want ze zijn niet anders gewend. Iedereen doet het zo, dus doe ik lekker mee. Die beschouwen dat als normaal. Ze zijn zelf nooit. Hè, ze zijn niet traumatisch opgegroeid of whatever. Ze hebben geen primaire psychopathie. De best aardige ouders. Maar ze zien dan hoe de wereld in de regel met elkaar omgaat. En ze denken: van ach, iedereen maakt er een soepzooi van. Ik doe dat ook. En nou, die mensen kunnen ook kinderen krijgen. En nou, dan... die mensen die kunnen lopen een hoge kans op secundaire psychopathie. Zeker de psychopaten, dat wordt geschat op 10 à 20 procent. Dat is een factor 10 hoger. Dit zijn maatschappelijke problemen die misschien niet per se groter zijn dan toen, maar beter uh, ingezien worden. En dat, dat, dat laatste is weer heel positief, snap je? Het is weer heel. fijn voor ons dat we doorleren. Nou, en dan nu, dus deze serie die ik houd over het kinderen van een narcistische moeder. Waarmee ik dus bedoel, een moeder die geen rekening houdt met haar kinderen. De, de moeder van mijn kind is er zo een. En ik heb daar enorm mee geworsteld. En dat was... Uh... Ja, ik heb het er heel moeilijk mee gehad. Het is heel erg om getuige te moeten zijn van de verwaarlozing en mishandeling van je eigen kind. En je kan er niks aan doen. Het is... Uh... Zoals dus jij zo'n vader bent, in zo'n situatie zit, dan mijn empathie, mijn medeleven heb je. Dus het is niet makkelijk, jongen. En ik kan zeggen, ik, ik heb niet alles uh, even. Nee, nou, ik heb niet alles het hoofd kunnen bieden. Dus ik ben een aantal jaren geleden uh, door het ijs gezakt. Toen heb ik het op een zuiper gezet. Dat... Dat ja, had ik niet moeten doen. Dat kan ik nu zeggen. Ik vind spijt, vind ik zo'n stom woord, maar... Spijt is voor dieren... Ik moet het mezelf maar vergeven. Ja, ik, ik ben ook superman, niet man. Maar ik had mezelf toch kunnen besparen. Goed, dat heb ik niet gedaan. That's it. En bed zetten. En dan weer een aantal maanden geleden hoor, dus, uh, dus nu oktober. Bijna in november, ongeveer een half jaar geleden. Ruim een half jaar geleden. Ben ik ermee gestopt. En ik heb niet het idee dat ik binnenkort terug ga vallen. Verre van dat. Ik denk dat ik het wel op een rijtje heb. Maar daar zeg ik verder niets over. Ik drink nu thee. Ik heb veranderingen doorgevoerd in mijn leven. En het bevalt me wel. Ik vind het wel best op deze manier dan. Hè? En heel fijn is het contact tussen mij en mijn dochter. Wat zeker in de tijd toen ik zo gesopen heb, het is wel begonnen in 2016 ongeveer. Is dus het contact tussen mij en mijn dochter zo goed als naar nul gegaan. En nu is dat herstellende. Daar ben ik blij mee. Ik had haar net op bezoek. Onverwacht. Vond ik eigenlijk leuk. Zij had wat meegemaakt op haar stage. En ik had haar uh, gezegd van: goh, nou daar wil ik wel meer van weten. Hoe ging dat in zijn werk en zo? Hè? Ze belde me anders even op. Ja, ze was moe en lalala. Toen zei ze nou, dan bel ik zondag wel even. En ze belde dan vanmorgen. Heel vroeg al. En ze liep in de stad. Dan dus zei ik tegen haar: vanavond nou, kom je even langs. En dat heeft ze gedaan. Dat was echt leuk. We hebben weer thee gedronken. Een beetje de klassenbessen. En, en goed serieus uh, erin geramd. Dat is een, een heel serieus gesprek. En wat ik erg prettig vond aan haar is dat ze te kennen gaf. Dat ze zich bewust is van het feit dat zij traumatische dingen heeft meegemaakt in haar jeugd. En ze zei ook nog: ik wil het liever geen trauma noemen, want ja, dan krijg je zo'n PTSD-verhaal. Waarop ik tegen haar zei: van ja, je hebt ook PTSD. Punt. Kijk, je wil jezelf natuurlijk niet wegzetten als een of andere patiënt. Je wil denken aan je power en zo. En dat snap ik wel. En zei ik, ja, je, je bent. Ja, je, je hebt het. Hij ja, was het wel met me eens. En ik zei ook nog tegen haar: van ik wel fijn. Ik zei. Ik zei, want het gaat er, ik zei ook tegen haar, dat vond ik wel een hele goeie. Het gaat er even over educatief, hè? Ik zei: Dit gaat me niet per se om jou, wat ik nu zeg, hè? maar om mensen zoals jij in jouw situatie. Hè? Nou, dat vond ze heel acceptabel dat ik dan wat zou zeggen. Hè? Dat je het dus niet per se op een individu richt die tegenover je zit op de bank, maar dat je het in het algemeen een beetje algemeen trekt, hè? En ik zei: van ja, je moet denk ik twee fasen door. En de ene fase is, is dat je je bewust wordt van je verdriet en je woede. En daarbij zei ik dus dat verdriet, teleurstelling en woede. dat zijn drie aspecten van één en hetzelfde ding. En dat zijn de aspecten van je trauma: verdriet, teleurstelling, eenzaamheid, dat soort dingen. Woede. Dat hoort erbij. Dat is in één geheel, is dat. Daar moet je je bewust van worden. Zijn vooral die woede. Want uh, het, het wordt meestal niet geaccepteerd hè, dat je boos bent. Maar je moet niet boos zijn, je moet blij zijn met wat je wel hebt. Nou, daar kon ze zich wat bij voorstellen. Ik zei, ja, en als je dat goed onder ogen kan zien... En dan komt de belangrijkste fase. En dat is de fase van de vergeving. En toen gaf ik haar een voorbeeld. Want ik, ik gaf. Ik heb een hele aparte jeugd gehad. Ik ben getraumatiseerd tijdens mijn jeugd. En ik heb een therapieperiode meegemaakt van mijn 32e tot mijn 34e. En ik vertelde mijn kind dat ik. aan het einde van de therapie. Nou, toen, ik, toen dat gebeurde, was, vlak daarna was de therapie eigenlijk compleet. Ja. Um, dat ik een droom had gehad. En in die droom zag ik mijn twee ouders lopen. Van de plek waar ik geboren ben en de eerste drie jaar heb geleefd. Dus ik, ik verbleef toen bij de ouders, het gezin van mijn vader. En ik was een moetje. Mijn vader en mijn moeder die hadden seks gehad zonder dat dat uh, hoorde. En dan is iemand zwanger en abortus en zo. Dat was in die dagen allemaal niet normaal. En ik kwam dus ter wereld. En dan moest er getrouwd worden, vandaar het woord moetje. Je bent een moedje. Nou, dan heb ik de eerste paar jaren bij mijn uh, oma gewoond. met mijn vader en mijn moeder. En nou, toen gingen ze zelfstandig kunnen wonen. En in die droom zag ik ze met z'n tweeën lopen. naar die flat waar, we dan, uh, waar ik mijn jeugd zou gaan meemaken. En ik zag twee mensen lopen, vervuld van hoop. Vervuld van hoop van een mooie toekomst. En ik besefte mij dat ik die mensen niet kwalijk kon nemen, niet kan nemen, dat ze hoop hadden, dat ze het wilden proberen, en dat ze dachten dat het zou gaan lukken. Nou, en het is niet gelukt, het is puinhoop geworden. Met hele kwalijke gevolgen voor mij en voor mijn zus. Maar die hoopvolle gedachte. die kan ik mijn ouders niet kwalijk nemen. En die hoopvolle gedachte was de aanleiding. voor het hele avontuur. Want toen keek mijn dochter mij aan. en toen zei ze. wat een mooi verhaal. Ik zei ja. en toen kon ik het mijn ouders vergeven. en toen viel er een last van mijn borstkas af of zo. Een, 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 En ik stelde er gelijk achteraan, maar mijn vader is inmiddels overleden. Ik zei nou, en, en mijn moeder, ja, de dingen die zij gedaan heeft, ah, dat was echt niet leuk. En die vind ik nog steeds niet leuk. Dus dat mijn dochter zo te knikken. Ja, zo is dat. Ik zei, nog steeds kan mijn moeder uit de hoek komen en dan dingen zeggen. En ik noemde een voorbeeld, en mijn dochter moest lachen. Ik zei, ja, dat vind ik nog steeds niet leuk. Maar ik heb haar wel vergeven. Ik weet dat mijn moeder zo uit de hoek komt. En dat vind ik niet leuk. Ik vind het niet aangenaam. Ik vind dat mijn moeder dan geen rekening had met mij. Genoeg voorbeelden. En ja, ga ik graag om met mijn moeder? Nee. Met, met voorbehoud. Als ik dan weet dat ik mijn moeder weer ga zien, dat er weer wat is, dan. Ja, nou, dan, dan, dan bereid ik mij mentaal op voor. Ik heb daar niet zulke hoge verwachtingen bij. En ik heb haar vergeven. Dus ik ben niet meer boos op haar. Zij had hoop, zij had vertrouwen, zij had geloof. En. Ja, ze heeft iets geprobeerd en uh, dat is niet gelukt. Ja, maar, uh, daar weet ik van mijn eigen leven ook wel voorbeelden van. Sterker nog, ik heb, een maand geleden heb ik iets geprobeerd en uh, val ik al mislukt. En achteraf kan ik me wel voor mijn kop slaan. Oh, je, je wat stom, zeg. Had ik gewoon zo en zo aan moeten pakken. Was dat nou zo moeilijk? Hm. Maar ja, zoals ik zei, spijt. Dat is voor dieren. Ja. Niet voor mensen. Er ja, was een leuk bezoekje van mijn uh, leuke dochter. En ze zei ook nog zo'n mooi ding. Zei ze: Het is zo fijn dat ik niet meer afhankelijk ben. Dat ik nu zelfstandig ben. Waarmee ze. Ja, bedoelt dat ze. Uh, vooral niet meer afhankelijk is van haar moeder. Dat zegt ze niet met zoveel woorden, maar dat hoor ik er doorheen. Afhankelijk van mij is ze nooit geweest. Ik heb haar nooit geclaimd. Ik heb haar altijd vrijgelaten. Ik weet nog wel, dat was een zomervakantie. En dan, volgens het boekje, had ze dan de helft van de tijd bij mij moeten zijn. En. En ze was druk, jongen. dit doen en dat doen en zus. En toen zei ze: belde ze me een keer dat ze weer. Pap, ik, komende week uh, gaan we daar en daar naartoe met z'n allen. En dan gaan we dat en dat doen. Toen zei ik over oh, het leuk voor je. Ja, zei ze: maar ik ben helemaal de laatste tijd niet bij jou geweest. Vind je dat niet erg? Ik zei nee joh, dat is een jouw vakantie. Kijk, het enige wat ik wil van mijn kind is dat het een, een zelfstandig opererende, ja, godsvrezende entiteit wordt. Een mens die bang is voor de heren en heren. En voor de rest kan iedereen de rug op. Dat wil ik. Het gaat er mij juist erom dat ik, dat ik bij leven zie dat zij los van mij bestaat en mij niet nodig heeft. Dat zal mij geruststellen. En de verhalen die zij vertelde over haar kamertje. Dat, dat vond ik allemaal leuke verhalen. Dan heb ik het zo en dan hier en dan dit en dan daar. De zee is ervoor, hè? Van, nou, daar zit zus en daar zit zo. En... Ze is nu bezig om de gordijnen op te hangen daar. Dus over een tijdje is die woning wel af. Kamertje is vanaf, dan wil ik het wel een keer zien. Ik weet zeker dat die moeder geprobeerd heeft om op allerlei fronten daar een stempel te drukken op die kamer. Oh, dan zal mama dan dit voor je doen en mama dan dat voor je doen. En ik heb het idee dat ze dat goed afgehouden heeft en nu haar eigen ruimte heeft. Weet ik nog niet helemaal zeker, maar... Ik was wel heel blij met het gesprek wat ik net met haar had. Wat mij zomaar toevallig in de schoot werd geworpen. Want ja, ik wilde eigenlijk alleen maar weten van het incidentje wat op het werk was gebeurd. Of een stage is dat dan. Praktijkstage, Daar hebben we het ook over gehad. En we hebben het gehad over haar jeugd en over haar... Ja, haar welzijn, haar geestelijke welzijn. En waarin zij ook nog een keer kon zeggen van... ja, pa, dat, dat gesuip van jou, dat, dat, ook, dat was ook weinig uh, opbouwend. En ik heb tegen haar nog kunnen zeggen van ja, dan moet je wel even beseffen, dat was alleen van de periode vanaf 2016 tot en met 2019. Met drie jaar at the most. Tweeënhalf jaar of zo. Waarmee het niet goed gepraat is natuurlijk, maar het was dus niet al die tijd hè. Absolutely not. Want als ze ook nog tegen mij zei: van ja pap, ik kreeg van jou altijd wat ik nodig had. Kijk, zo wil ik graag in haar herinnering staan. Hè? Want ze kreeg van mij geen zakgeld, geen, geen zonder meer geld of zo, helemaal niet. Als ze wat nodig had, dan kon ze het krijgen. En als ze ja, wat geld wilde, ik had altijd klusjes voor haar. Altijd. Ga maar gaan we wat doen voor je poen? Gaan we de box opruimen? Ga maar, uh, ja, niet je kamer opruimen, daar krijg je niks voor. Maar je mag het toilet schoonmaken. Je mag stofzuigen. Je mag de CD's opruimen. Had ik weer visite gehad, er lag, de hele woonkamer lag onder de CD's. Dan gaan we de CD's opruimen. Gaan we keuken maar schoonmaken. Daar kreeg ze allemaal centjes voor. Een soort kinderarbeid, maar dan wel leuk. En dan goed betaald, hoor. <laughs> Niet een dubbeltje per uur, natuurlijk. Hè. En los daarvan, als ze wat nodig had... knutselspullen, tekenspullen... Ja, dat wist ze allemaal nog wel. Alles kreeg ze. Dus dat zit dan goed... En mijn houding dus van de afgelopen maanden. Waarbij ik. mezelf inhield. En het niet te moeilijk, niet te zwaar. En nou, een beetje koetjes en kalfjes. En laat zo'n kind maar komen. Nou, dat heeft dus gewerkt. En vandaag een lekker zwaar gesprek gehad. Echt wel vervelende dingen benoemd. Ik haalde ook nog een anekdote aan. En dan wilde ze me halverwege afbreken. Ze van Pap, ik wil het niet horen. Ik wil het niet weten. Ik zei: Nou, ik wil het toch vertellen. Want jij komt er ook in voor. En wat je toen zei, daar ben ik het niet mee eens. Ja, dat is iets wat zij gezegd heeft. En, en, en die conclusie van haar toen was ze tien of elf. Daar ben ik het niet mee eens. Punt. En ik wilde dat even uit de weg hebben. Maar dat was een hele fijne, vond ik dat die ben ik ook kwijt. Dat is rechtgezet. Dat ze ook zei... van gewoon goede. dat ze zei van ja... mama en waarheid... voor mama is iets waar... als je het wil zeggen... in een bepaalde situatie. Als je bent in een bepaalde situatie... En nou, iedereen zegt wat en, en jij zegt ook wat. En wat je zegt, dat is wat jij graag wil zeggen. En dat, is, dat noemt zij dan de waarheid. Dus ja, die moeder dan, hè? Dus, waarheid is dat je dat wat je gezegd hebt, dat wilde je ook echt zeggen. Zo moet je het zeggen. En als je iets gezegd hebt en dat wilde je niet zeggen, dan heb je gelogen, want dan had je wat anders moeten zeggen. Je moet namelijk altijd dat zeggen wat je wil zeggen. En dat is de waarheid. Dan spreek je de waarheid. Geweldig dat ze die analyse kon maken. Daar was ik wel erg blij mee. Terwijl natuurlijk de waarheid is dat je zegt hoe het is. Als iemand aan je vraagt: van, uh, Was jij gisteravond op de grote markt? Dat je dan zegt: Ja, als je er was. En was jij gisteravond niet op de grote markt, maar was je op de ossenmarkt? Dan zeg je: Nee. Ja, zegt die ander, maar je was gisteravond er weg. Ja, zeg je, maar ik was niet op de grote markt, ik was op de ossenmarkt. Oh, en dat is de waarheid. Dat is het objectieve waarheidsbegrip. Dat heet de, de correspondentie-theorie. Ook nog de correspondentie-theorie, het correspondentiemodel van waarheid. Die is verwoord in het, door een Amerikaanse taalfilosoof met de mooie woorden: Snow is white. Hey, nee, whatever. De sentence snow. Is white. Is true if and only if snow is white. De zin sneeuw is wit. Is waar. Als en alleen als sneeuw wit is. Dan denk je jou, ja zegt die filosofen, die maken overal een probleem van. Ja, maar dat is dus de, de correspondentietheorie van de waarheid. Een zin is waar als die in de werkelijkheid zo is. En het geldt voor die moeder niet. Je moet zeggen wat je wil zeggen en dan is het waar wat je zegt. Dat is iets heel anders. Ik zei ook tegen mijn dochter want, uh, dat die moeder in de buurt heeft verteld dat ik die moeder heb verkracht. En. Toen zei ik tegen die moeder van, ja, maar ik heb je helemaal nooit verkracht. Waarop die moeder zei, nee, dat klopt. Maar op deze manier krijgen de mensen in de buurt een beter beeld van jou met hoe jij werkelijk bent. Dus die moeder heeft de waarheid gesproken door in de buurt te vertellen dat ik haar heb verkracht. Want dat is, dat is toch de waarheid. Want zij moest de buurt op een of andere manier duidelijk maken dat ik iemand ben. En ja, ik, had, ik heb haar weliswaar niet verkracht, maar... Eh, Snap je wat ik bedoel? De beurt moest dat gaan denken. Want de beurt moest gaan denken dat ik mijn eigen vrouw heb verkracht. En zo moesten ze naar mij gaan kijken. En mijn dochter knikte zo over: ja, dat is, dat is hoe mama omgaat met de waarheid. Maar zei ze, ook nog, zei ze ook nog van. Over de. Ja, die heeft die gordijnen. Die is er nu. Nu is ze denk ik al thuis. Nu heeft ze die gordijnen al. Maar die moeten opgehangen worden. Ik zei: Hoe ga je dat dan doen? Heb je een boormachine? Ja, zei ze. Ik heb die van mama. Zo. Oh. Ja, zei ze. Laatst begon ze erover: dat ze hem nodig had. En daar heb ik heel loutjes op gereageerd. En ik hoor haar daar verder niet meer over. Dus ik heb die boormachine. En dan zou je misschien denken, ja maar Perry, dat is toch een soort van diefstal? Nou, punt 1, die moeder die brult wel meer. Dat ze dit nodig heeft en dat nodig heeft. Maar het is voor de rest een volslagen geoud. En. Ik zei ook nog tegen mijn dochter, want die moeder heeft een vriend. Ik zei, nou, anders heeft die vriend toch wel een boormachine. Mijn dochter kijkt me zo aan. Van, nou, ze, ze uh, uh, ga daar maar niet van uit. Ik denk, jeetje, man zonder boormachine, wat moet je daarmee? Ja, toch? Ja. Mijn dochter weet inmiddels dat je een boormachine heb. Die heb je keihard nodig. Zo is dat. Anyway, zij heeft nu de boormachine van de moeder. En zij zei van ja, en als ze hem echt nodig heeft, dan komt ze hem maar halen. En dan kan jij weer denken: van ja, maar dat is helemaal niet aardig van je dochter naar die moeder toe. Nee, dan had ze mij ook niet moeten flikken. Nou, het is mijn boormachine, ja, daar komt ze daar niet om, maar die, die mag ze natuurlijk ook lenen, maar die komt terug. Wat is dat nou? Dat is mijn boormachine. Ik heb er twee en uh, ja. Zijn, uh, twee, zijn broertje en een zusje, die moeten naast elkaar staan in mijn kast. Wat is dat nou? Ik heb een, een, een Bosch-slagboormachine. En ik heb een andere Bosch, en dat is een, een schroefboormachine. En die allebei uh, graag hier in mijn kast, AUB. Ik heb die dingen niet elke dag nodig, maar uh, ik heb ze nodig. Mijn dochter mag dat lenen. Die mag ze best wel twee weken lenen en dan komen ze terug. Mij zou ze dat ook niet flikken, dat zou ik ook niet accepteren. Maar de moeder, dat snapt ze nou inmiddels. van, Nou, het is dan misschien vervelend met mijn moeder dit of dat. Dit vul ik even zelf in. Hè? Maar ik heb de boormachine en als ze hem nodig heeft, dan komt ze hem halen. En ze woont rond de hoek hoor, dus het is maar een klein stukje lopen voor die moeder. Denk ik, nou, er zit een beetje beweging in de zaak. Ja? Het is niet meer dat schier hulpeloze schepseltje. Wat als het bij mij was, moest ze altijd voordat ze naar bed ging. Moest ze de moeder bellen, want anders zou de arme gedden uitbreken of zo. Dan raakt ze ook daadwerkelijk in paniek. Hè? Als ze dan. En dan zat de moeder weer eens in de kroeg of zo en dan nam ze de vaste telefoon hierop. Nou, ah, dan dochter, en mijn dochter, helemaal in paniek? Ja, dan moet ik het de mobiele en naar me bellen. Papa, ik wil je mobiel, ik wil je mobiel, want ik moet te bellen. Nou, oh, die tijd is voorbij. Daar ben ik erg blij mee. Dan kan ik ook een hoofdstuk dicht doen van een boek dat het leven heet, hè? En in de, in de jeugd van mijn dochter zijn ontzettend veel leuke dingen gebeurd. En ik heb een geheugen als een olifant. En al die leuke dingen, die weet ik ook allemaal nog. Kunnen we het daar toch lekker over gaan hebben de volgende keer dat ze er is? Ja. Oh, mijn dochter heeft bottom line een. Ja, een. Uh, voor dat deel waar ik verantwoordelijk voor was. En waar ik mijn zeggenschap had kunnen, uh, had kunnen laten gelden. Hij heeft een geweldig fantastische jeugd gehad. Maar ongelooflijk leuk. Prima vakanties. Bijvoorbeeld. Ja, leuke momenten dat ik haar naar school bracht en uh, dan gingen we half zingend, huppelend naar school. Lachen man. Dat zat allemaal wel snor, snap je? Nou, een week geleden was ze dus bij mij. Vandaag was ze bij mij. Over een week uh, kon ze bij me eten. En hij wilde ze pompoen. Dan zei ze nog tegen mij: van ja, ik weet niet of het jouw ding is. Dan moet je er maar even over nadenken. Anders haal ik wel een pompoen. Ja, ik weet ook niet of dat mijn ding is. Maar dat zien we dan wel weer. Maar zoals het er nu uitziet, denk ik dat we het ergste hebben gehad. Maar daar ben ik erg, erg blij mee. En de resten kunnen we dan beter tegen, snap je? Nou, dat vertel ik nu aan jullie om aan te geven wat je er zelf als vader mee moet doen. Dus ge uh, uh, geen druk uitoefenen. Uh, stilstaan bij de positieve dingen. Openstaan voor je kind. Dat is het eigenlijk en volhouden en ja voor mij zat dan die fase daartussen door maar dat vrolijke drinkenbroersgedrag uh, die kan je overslaan maar heb je die ook heb je die uh, heb je dat ook meegemaakt of ga je dat misschien doen het is niet het einde van de wereld en aan we zoiets doen uh, zo helemaal doorslaan en zo uh, er zit ook weer een positieve kant aan, in die zin dat je laat zien aan jezelf en aan je directe omgeving dat jij er niet meer tegen kan. Als het, maar dan moet het wel zo zijn, natuurlijk. En dat, in mijn geval was dat zo. Ik kon er echt niet meer tegen. Ik had, ik had het helemaal gehad. Dus ik was een gebroken man. Dat vond mijn moeder, mijn moeder, dat vond mijn kind echt verschrikkelijk om aan te zien gebroken vader. Ja, zei ze, ik werd er helemaal depri van, man. Kon dat niet meer aanzien. Ja nou goed, zo gaan die dingen, hè? Je bent geen superman. Zo. En keer terug naar het goede. Houd je ogen gericht op de waarheid. Houd je ogen gericht op de tijd en de aandacht die jouw kind verdient en geef die met ruime hand. Claim je kind niet. Ja, maar maak tijd en heb aandacht. Geld en al die dingen, dat komt wel. Dat is niet zo belangrijk. Tijd en aandacht. Ik hou jullie op de hoogte als er weer wat gebeurt, weer een vordering is, weer een ontwikkeling is. Dan komt er nog een eentje, ja? Maar voor nu zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds, zorg voor de kinderen.